Wij hebben project Aslan opgestart omdat we met drie samen een project in de robotica wilden doen. En omdat ik van een kennis te horen kreeg dat er een tekort was in België aan gebarentolken en cursussen. Aan het begin van het academiejaar hebben we onszelf enkele doelen opgesteld. Zo moet de robotarm goedkoop zijn, makkelijk assembleerbaar en te gebruiken zijn voor mensen met weinig technologische kennis. Voor mijn eigen deel van de thesis heb ik me vooral geconcentreerd op het design en het 3D-printen van de robotarm. Ik heb alles zo ontworpen dat het allemaal makkelijk in elkaar klikbaar is, zoals Lego. Mijn taak aan de thesis was de mechanische aansturing van onze robotarm. In eerste instantie ben ik naar de Vlaamse gebarentaal zelf gaan kijken. Ik ben de verschillende gebaren gaan ontleden om te zien welke bewegingen er allemaal mogelijk moeten zijn. Het doel was dus om deze bewegingen zo menselijk mogelijk te laten lijken. Ik heb me dit jaar vooral gefocust op het elektrisch ontwerp en het programmeren van de robot. Naast deze hoofdtaak behoren de algemenere zaken van het project, zoals het plaatsen en het opvolgen van bestellingen, het bijhouden van het budget en het up-to-date houden van de website tot mijn takenpakket. Het resultaat van één jaar onderzoek is een eerste werkend prototype van de Aslan-robot. Het is een robotarm met een kostprijs van minder dan 900 euro, die in staat is om te tellen en om alle woorden te spellen. Op het eerste zicht lijkt 900 euro natuurlijk niet zo goedkoop, maar in vergelijking met andere robotarmen met een vergelijkbare functionaliteit is 900 euro een absoluut koopje. In die zin kan je dus zeker zeggen dat we geslaagd zijn in onze opzet om een betaalbare, menselijke robot voor gebarentaal te ontwikkelen. We hopen dit binnen 5 jaar uit te breiden naar een volledige menselijke robot, die dove kinderen in staat zou stellen les te volgen in het gewoon onderwijs.